Een dag na de uitschakeling in de KNVB-beker tegen Go Ahead Eagles trainde NEC alweer op de Eendracht. Dan heb je als trainer geen beste nacht gehad, of wel? Het was geen topnacht, nee. Geen topnacht dus. Maar waar lig je dan als trainer het meest wakker van? Het resultaat. Uiteindelijk gaat het daarom in de kwartfinale van de beker. En uiteindelijk natuurlijk de manier waarop we de goals hebben weggegeven, zeker in de eerste helft. Hè. Dat zijn geen kansen van de tegenstander, maar het zijn fouten van onszelf. Heb je daar een verklaring voor? Want NEC, de Achterhoede, werd eerst echt overal geprezen natuurlijk. Hè. Gaven niks weg. En nu zie je toch al een aantal wedstrijden op rij dat het heel erg onzeker overkomt. Kijk, het zijn ook soms persoonlijke dingen natuurlijk. Hè. Vorige week maken we denk ik niet uit een verdedigende actie een fout, maar vanuit de opbouw. Gisteren eigenlijk in twee verdedigende momenten doen we niet goed. Dus dat heeft denk ik organisatietechnisch niet zoveel mee te maken, maar meer vanuit persoonlijkheid. Dat moet eruit. Trainer Meijer greep uiteindelijk bij een 0-2 achterstand in en bracht extra aanvallers in, waaronder Boni. Maar de wedstrijd omkeren lukte niet. Nee, ja, voor de omkeer heb je ook een goal nodig natuurlijk. Hè. Dan krijg je zelf een ander gevoel en de tegenstander zal dan ook een ander gevoel hebben. Die kwam niet. En dan op een gegeven moment, Go Ahead, die natuurlijk met 5 verdedigers speelde, werd het lastiger. Ons breekijzer, die denk ik goed inviel, die viel ook weer uit. Ja, dat doet natuurlijk ook iets met je als ploeg. Dus die omkeer is niet gekomen, dat klopt. Dus ja, het is ook niet zo dat de wereld vergaat. We zullen zondag weer een nieuwe wedstrijd spelen en daar moeten we klaar voor zijn. Dirk Proper traint na zijn blessure wel alweer mee, maar zat gisteren niet bij de wedstrijdselectie. Hij moest het allemaal aanschouwen vanaf de tribune. Balen natuurlijk. Uiteindelijk kwartfinale beker is natuurlijk gewoon een mooie wedstrijd. Het is jammer dat het dan zo uitloopt. Ik denk dat we zeker kansen hebben gehad, met name in de eerste helft een aantal grote kansen gehad. Als je die dan net wat beter uitspeelt of een goal maakt, dan is het gelijk een hele andere wedstrijd. Maar dat is niet gebeurd en zij waren wel effectief. En dan zie je dat zij zo die wedstrijd winnen. Het lukt voor NEC al een paar wedstrijden niet. En het lijkt alsof er geen vertrouwen is en dat er onderling wat irritaties zijn. Of lijkt dat maar zo? Ik zou het niet weten. Ja, dat is jouw idee. Dus. Nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat we bij Vlaag in de eerste hadden ook al een aantal goede dingen gedaan. Zeker die kansen die we creëren. Ja, dan moet het ook even meezitten dat die bal er gewoon ingaat. En zoals ik al zeg, weet je, als je die goal maakt, dan kan zo'n wedstrijd helemaal anders lopen. Dus ik denk niet per se dat het aan het zelfvertrouwen ligt. En dan het vizier op Heerenveen. Want de doelstelling is en blijft handhaving. Dus... Ja, nee, ook. En voor die doelstelling zijn we volgens mij aardig op weg. En ik heb gisteravond ook gezegd, je hebt een kans gemist op een halve finale van de beker. Nou, dat doet pijn. Ja, alleen een sportman hoort ook weer te reageren daarna. En daar hebben we zondag de kans voor en dat gaan we doen. Hoe ga je dat dan doen in zo'n korte tijd? Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Want dat werkt vanzelf eigenlijk. Je weet, vandaag is het herstellen. Zowel fysiek als mentaal. Hè. Als je een keer verloren hebt, maar ook als je gewonnen hebt, ja, moet je daar even verwerken. Morgen staat Heerenveen voor de deur, dus daar zullen we klaar voor zijn. Heerenveen NEC is zondagmiddag vanaf 2:30 weer live te volgen op de radio bij RN7.